Je gaat niks leuks met je vrouw doen, even uit eten of zo? Nee. Nee? Nee, er staan geen bijzondere gezelligheden gepland, laat ik het zo netjes zeggen. Het is een verjaardag, dus waarom zou je dat ook doen inderdaad? Ja, maar ik hou helemaal niet van verjaardagen en feestjes. Dat weten wij inmiddels, maar ja. Je eigen verjaardag kunt en ik was al dolblij dat hij niet op een maandag viel. Ja, want hadden we weer... Dat scheidlollige gedoe dat wij met die grote tieten weer gehad. Ja. Of niks geweest voor jou, hè? Nee. Nee. Ja, we hadden eigenlijk allemaal van die darters willen uitnodigen voor jou vanavond. Voor dat feest, weet je wel. En dat ze allemaal met pijltjes mochten gooien. Ja. Maar ik moet zeggen, ik zat zaterdag even naar darts te kijken. Ik weet niet of je ook hebt gekeken. Nee. Nee, echt niet? Nee. Nou, ik zat te kijken. Ik hoorde die Roland Scholten iets zeggen. Ik denk, hoor ik het nou goed of hoor ik het niet goed? Heb jij het gehoord of niet? Nee. Moet je even kijken. Roland Scholten afgelopen zaterdag bij ons in uitzending. Die giraf. Let op. Dat heb ik altijd heel erg geconstateerd met Schotten, met jongens uit Wales en de Engelsen. Die hebben allemaal van ja, we zijn wel down, maar we zijn nog niet out. Ja, ja, ja. Was dit een wanhopige poging tot humor? Nee, ik kreeg hem op Twitter voorbij, maar ik bedoel... Misschien zei hij het gewoon zoals hij het bedoelde, maar ja. Het kan ook een klein sneertje geweest zijn. Zou je denken? Dan moet hij niet doen, hè? Dan moet hij oppassen. Moet je niet doen. Oké. Okay.